Where we go one, we go all. In een donkere uithoek van het internet verschijnen vanaf 28 oktober 2017 cryptische berichten die waarschuwen voor een aankomende storm. Ze zijn van iemand die claimt toegang te hebben tot geheime militaire informatie. En zijn posts zijn ondertekend met de 17e letter van het alfabet. This segment right now is brought to you this morning by the letter Q. Specifically, QAnon. What is QAnon? A fringe conspiracy theory that's bizarre and nonsensical. De aanhangers van QAnon geloven in een groot complot waarbij een zogenaamde elite-regering die de duivel aanbidden en daarom kinderen vermoorden actually runs the US government and that Trump is their only chance to stop them. Was passiert, wenn aus dieser Theorie Praxis wird, hat die Welt gesehen. Justice is coming, baby! Freedom! Kijk, die complottheorieën, eerst lach je daarmee, maar dan wordt het ernstig. Björn Soenen stond op de eerste rij toen het Capitool werd bestormd. Onvoorstelbare, hallucinante taferelen, goedelen hebben zich hier afgespeeld. Wat mij vooral verwonderde toen ik heel dichtbij was, toen het al een uur of anderhalf uur bezig was, een man met een eigen zaak, een computerbedrijf, die tegen mij begon, don't you believe the cabal? Dus toen dacht ik, het zit niet alleen bij militiegestuurde leden of sympathisanten daarvan, het zit in de mainstream. 2020 was het jaar van de grote doorbraak van QAnon. Op dat moment is de complottheorie in meer dan 70 landen aanwezig op sociale media. Je weet niet waar de waarheid ligt en de waarheid wordt ook niet verteld. Ook bij ons duikt de QAnon-retoriek op tijdens betogingen tegen het coronabeleid. He is increasingly embracing the radical QAnon conspiracy theory movement. And it's not just online. 2 jaar geleden viel Trump nog uit de lucht als de term QAnon viel. I just don't know about QAnon. You do know. I don't know. Nu flirt hij openlijk met de complottheorie. Het gevaar is, als Donald Trump wordt aangeklaagd of zou worden opgepakt ooit, dan gaat er hier een halve revolutie uitbreken bij veel mensen. Want zij zien het zo, een aanval op Trump is een aanval op ons. Where we go one, we go all. Hoewel aan zijn stroom van berichten intussen een einde is gekomen, leven de ideeën van Q wel voort. Is hij de meest succesvolle internettroll aller tijden of gewoon iemand met paranoïde gedachten? Wellicht zullen we nooit met zekerheid weten wie de mysterieuze Q nu precies is.